Wat saai of vervelend is, dat is zeker niet aantrekkelijk. En dat is heel goed om aan onze kinderen te tonen. Want als we altijd alles verbergen, zullen ze misschien denken, ja, daar is er misschien iets interessants. Maar als wij hen tonen, ja, kijk, dat is echt niet interessant, dat is vervelend. Wat is mooi, wat is praktisch, wat is echt aantrekkelijk, dat is het goede. Een van de kwesties met betrekking tot de relatie tussen geloof en reden is dus de aantrekkelijkheid van geloof. We zijn redelijke wezens. Niet altijd, of zeker niet genoeg in ons dagelijks leven, maar in wezen streeft onze aard naar reden. Wat redelijk is, komt overeen met de diepe verlangens van onze natuur. In dit verband is het echt belangrijk om te begrijpen dat de acte van geloof diep redelijk is. Een deel van ons geloof is toegankelijk voor de reden. En we moeten het weten. We moeten het tonen aan onze kinderen. Een deel van ons geloof gaat zeker de reden te boven. Maar overtreffen is verder gaan. Precies hoger gaan. Niet tegen de stroom in. Niet in de tegenovergestelde richting. Laat me dit uitleggen. Het bestaan van God. Het bestaan van God is een waarheid die 100% toegankelijk is voor de reden. We kunnen het bestaan van God aantonen. En de heilige Paulus zegt het heel precies in de eerste kapitel van zijn brief aan de Romeinen. Bovendien vertelt het katholiek geloof ons duidelijk tijdens het Eerste Vaticaans Concilie dat we moeten het geloven dat met onze eigen krachten we kunnen wel zeggen ja, God bestaat en we kunnen het zeker bewijzen. Dus we kunnen op reden vertrouwen om de waarheid van verschillende geloofsartikelen vast te stellen. Niet alles, maar toch enkele. En de geloofsartikelen die niet aantoonbaar zijn, voldoen echter aan de reden. Ze verzetten zich nooit tegen de reden. Ze gaan verder dan de reden, zoals bijvoorbeeld de drie-eenheid van God. Dat is niet tegen de reden, dat gaat boven de reden, maar het is niet tegen. Het is een mysterie, maar een mysterie dat extra betekenis geeft. Dus het is uitputtend betekenisvol. En dus voor onze reden is dat, dat is echt goed om te zien dat er daar een mysterie is die niet tegen ons natuur gaat, maar boven ons natuur. Dit is een goede reden om het geloof te bestuderen. Studies om meer en beter te begrijpen. Beter begrijpen om beter lief te hebben. Dit geldt voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. En voor de mensen die in onze omgeving zijn en leven. Geloof is het belangrijkste in ons leven. Goed? Echt waar of niet waar? Als het waar is, is ons leven een illustratie van deze waarheid. Is onze leven een illustratie van het feit dat, ja, geloof is de belangrijkste ding in ons leven. Als ik zeg dat geloof het beste, het grootste ding in mijn leven is, maar tegelijkertijd alleen op zondag een beetje bid, zullen mensen me dan ernstig en serieus nemen? Zeker niet. Als het belangrijk is in mijn leven, geef ik het echt de eerste plaats? Probeer ik mijn geloof beter te leren kennen en te laten kennen door de anderen en vooral door mijn kinderen? Maak ik mijn kinderen beter bewust van het geloof? De schoonheid en waarheid van het geloof moeten ons veel meer bezighouden. Na deze uitnodiging om ons in te spannen, ook nu wat goed nieuws. Als het gaat over het evangelie, zou ik durven zeggen dat het maar het minste is. Hier is het goede nieuws. De inspanning die wij moeten doen om tegemoet te komen, om ons voor te bereiden, om te kunnen getuigen van de hoop die in ons leeft, is niet
zo veel eisend als het op het eerste ogenblik mag lijken. Het verbazingwekkend is inderdaad dat er veel mensen zijn die niet geloven. Het feit dat mensen geloven, dat is heel eenvoudig om te begrijpen. Er zijn zoveel goede redenen om te geloven. En zo weinig reden om niet te geloven. Laat me u een anekdote vertellen. Bedacht door Ernest Hello, een Frans auteur van de 19e eeuw. In een boek die onder de titel L'homme, mens. Hij heeft een verhaal over een engelachtige bezoeker, een ogerwezen dat naar de aarde afdaalt om daar zich te informeren naar het gedrag van de mens. Hij leert dat de mens alles wil geloven en leven zoals ze zin hebben. Maar dezelfde mens weigert om zijn schepper te eren. Dus de bezoeker denkt dat het een slechte grap is. Hoe kan dat toch? En dat engel ergert zich om te zien dat de mens hem het laatste woord weigert. Er moet iets zijn, dat moet een grap zijn. Maar na een tijdje, hij beseft dat, ja, inderdaad, zoveel mensen erkennen hun schepper niet. En dat is zo'n absurde incoherentie dat de engelachtige bezoeker terug naar huis gaat en denkt, ja, men kan toch die mensen niet verstaan. Dat is echt onverstaanbaar. De moraal van het verhaal, een intelligent wezen dat ons hier ziet doen, hoe wij leven, wat we denken en daarbij God buiten beschouwing laten. Zulk een intelligente wezen zou gewoon niet in staat zijn om het raadsel van zo'n mysterie te ontraffelen. Ik wil zeggen dat God kenbaar is, dat de openbaring de beste garantie is voor haar heeft en dat ondanks dat de mens niet willen weten van de religie. Laat ons eerlijk zijn, men zou van minder geschokt zijn, zoals dit engel die komt kijken wat gebeurt op aarde. Wat kunnen wij, wat moeten wij doen? Wij moeten eerst beseffen wat de grootste argument voor ons geloof is. Het eerste bewijs voor ons geloof, het eerste bewijs van de waarheid van christendom is de christen zelf. Welk getuigenis levert gij van het evangelie? Iedereen moet aan zichzelf dit vraag stellen. Wat voor een getuigenis geef ik aan de evangelie? Dat is een heel belangrijk argument, want het heeft, psychologisch gezien, is het het belangrijkste argument. Argumenten van zuiver reden, dat zijn goede argumenten van zichzelf. Maar de grootste kracht van een argument is meestal een psychologische kracht. Dus wat voor getuigenis geven wij aan de waarheid van ons christelijk geloof? Hoe zou jullie gesprekspartner echt belangstelling kunnen krijgen in het katholiek geloof als gij als katholiek zelf er geen belang aan hecht? Sta me toe hier een andere anekdote te vertellen die ik in een preek hoorde enkele maanden geleden. Een moslim kwam eens, een keer toevallig, hij kwam binnen in een kerk en hij zag mensen voorbij het tabernakel. Soms deze mensen deden een kleine hoofdbuiging. Enkele knielden neer, anderen liepen gewoon voorbij. Een beetje verwonderd
loopt hij, de moslim, dus naar het hoofdaltaar en hij ziet daar een kleine rode lamp branden. Hij vraagt dus aan iemand die daar aanwezig is, hij vraagt, wat wil dat zeggen, dat kleine rode lamp? En hij krijgt de inlichting, ja, de lamp aanduidt dat het heilig sacrament daar in het tabernakel wordt bewaard. En de moslim laat het zich uitleggen en zodra hij het begrijpt, toont hij zijn onbegrip. Wat zegt hij? De katholieken geloven dus dat God daar zelf echt tegenwoordig is. Werkelijk. En ze tonen eigenlijk geen respect, zelfs misschien geen aandacht tot de aanwezigheid van God zelf. En de moslim zegt nog, als ik geloofde in de werkelijke aanwezigheid van God onder ons, zou ik plat op de grond willen liggen. Ik zou mijn Heer niet willen verlaten, niet durven verlaten. Ik zou hem alle verering geven die maar mogelijk is. Voor God is het onmogelijk om zich te gedragen met zoveel nonchalance als ik voor deze mensen waarneem. Een goede les leert deze man ons die het geloof van de katholieken serieus neemt. Als het gedrag zo in tegenspraak is met het geloof, wat goed kan ervan komen. Men moet echter niet verkeerd begrijpen. Een deugdzaam man bewijst niet meer dat zijn religie waar is dan een kwaadaardige man niet bewijst dat ze onjuist is. Er zijn zeker deugdzame mensen die heel valse ideeën beleiden en mensen wier geloof onberispelijk is, maar wiens gedrag betreurenswaardig is. Men moet geen voorbeelden zoeken onder de mensen. Denk maar aan de duivels hier. Denk aan de duivels. Demonen, de duivel, heeft een zeer groot geloof. De duivel gelooft heel sterk in de waarheden van een christelijk geloof. Maar de duivel haat christelijk geloof en begint te strijden tegen de kerk. Maar niettemin zullen wij eerder met interesse kijken en met welwillendheid naar de religie van een man die deugdzaam handelt en waarvan de acties in lijn zijn met het geloof dat hij beleidt. Daarom benadruk ik dat punt. Psychologisch gezien zijn wij zelf het eerste argument voor het geloof. Dat is het argument dat hoogstwaarschijnlijk het meest impact zal hebben op de mensen, op onze buren, op onze kinderen. De argument met het meeste impact om de mensen naar ons geloof aantrekken. Dezelfde predikant die ik hoorde over die moslim. Dezelfde predikant van wie ik deze anekdote van de moslim kreeg. Hij heeft in een andere preek onze aandacht gevestigd op een punt dat van het grootste belang lijkt. En die in rechte lijn is met de vorige anekdote. In onze wereld die niet meer christelijk is, kan het heel goed gebeuren dat we in onze omgeving de enige zijn waardoor zij, de andere mensen, in contact komen met een katholiek en met het katholiek geloof. Welk beeld van het katholiek geloof zullen die mensen krijgen van ons? Zullen wij voor hem een goede getuige zijn van het evangelie of zullen wij hem ervan wegduwen? Opnieuw, mag men niet wat ik zeg verkeerd begrijpen. Als ik de vraag stel of ik voor de mensen om me een goede getuige ben geweest voor de waarheid van het katholiek geloof, dat is
het is niet de vraag om een getuigenis aangenaam of onaangenaam was. Daarbij, als mijn getuigenis goed was, wel, er zal zeker een beetje shock zijn. En we weten het wel, want onze lieve Heer heeft het gezegd, als de wereld jullie haat, bedank dan dat zij mij voor jullie heeft gehaat. En de heilige Johannes doet de goddelijke meester weerklinken in een van zijn brieven. Broeder, zegt hij, wees niet verwonderd als de wereld u haat. We zijn dus gewaarschuwd. Blootgesteld worden aan de vijandigheid van de wereld is een normale zaak voor de christen. En hij moet zich daarentegen zorgen maken als de wereld hem goedkeurt en feliciteert. Er is ook een anekdote van een filosoof in de oudheid. En iemand komt hij zeggen, ja, iedereen vindt u fantastisch. En wat zegt dat filosoof? Oei, wat heb ik slecht gedaan? Als iedereen me fantastisch vindt, is het misschien een teken dat ik grote ondeugden heb. Dus onze getuigenis als christenen is heel, heel belangrijk voor ons, voor onze vrienden en voor onze kinderen. Het eerste en belangrijkste argument voor ons geloof is het getuigenis van ons voorbeeld. Laat ons trachten om als christenen te leven en het verkeerde beeld van ons tijdgenoten over het christendom zo te corrigeren. Merk op dat het probleem dat we moeten hier aanpakken ook niet gisteren ontstaan is. U weet dat Nietzsche, de Duitse filosoof vanuit de 19e eeuw, erg vijandig was tegen het christendom. Het was een gemene man, maar hij was geen idioot, helemaal niet. Hij zegt soms zaken die ons goed moeten doen nadenken. In het bijzonder dit. Nietzsche zegt dat de christenen veel te vaak trieste gezichten hebben. Een beetje vreemd als men bedenkt dat die mensen geloven dat God mens werd om hen te redden. Waarom stralen de christenen niet meer hoop uit? Laat ons opnieuw niet vergissen. Natuurlijk moeten we wenen over ons en onze kinderen. Zoals we lezen het in het evangelie volgens Lucas. We moeten zeker wenen over ons en over onze kinderen. En dat de kinderen zijn hier onze zonden. Ja, maar in tegendeel is het ook waar dat, als men in Frans zegt, un saint triste est un triste saint. Een droevige heilige is maar een povere heilige. In de gebeden, we hebben het straks gehoord, in de gebeden aan de voet van het altaar wordt gezegd, quare tristis es anima mea, quare conturbas me. Waarom zijt gij droevig en waarom valt gij mij lastig? We moeten niet droevig zijn, we moeten vol hoop zijn. En dat zegt ook de Psalm 42. Hoop op God, want ik moet hem loven als degene die het heil is en het licht van mijn gelaat en mijn God. Dus op de vraag hoe men vandaag christen kan zijn, kan getuigen van de evangelie voor onszelf, voor onze vrienden en ook voor onze kinderen, moeten we eerst beginnen met dit antwoord. Door echte christenen te tonen, te zijn met een goed voorbeeld voor de anderen. De heilige Franciscus van Sales heeft hier een heel mooie, hij geeft ons een heel mooie, prachtige gelijkenis. Het leven van de heiligen, zegt hij, het leven van de heiligen is voor het evangelie zoals de uitgevoerde muziek is ten opzichte van de noten op partituur. De noten op partituur zijn wel belangrijk, maar de echte muziek is de muziek dat men kan horen. Dus het beste argument ten voordele van het christendom, dat zijn de heiligen.
En dat moeten wij worden. De heiligen wiens leven de waarheid van een van de fundamentele noten van de kerk uitdrukt. Jullie kennen wel de verschillende noten van de kerk. Ze zijn in de credo. Ik geloof in de kerk, één heilig katholiek en apostolisch. De heiligheid van de kerk is merkbaar in de heiligen. En dat is een echt krachtige getuigenis van de waarheid van ons christelijk geloof. Het is een uitstekend argument voor de kerk. De heiligen. De heiligen dat reeds gestorven zijn en zijn in de hemel, maar de heiligen dat wij, elk van ons, moet worden. Wilt u dus versterkt worden in uw geloof? En willen jullie kinderen ook versterken in ons katholiek geloof? Wel, we moeten dan lezen het leven van de heiligen. Dat is geen bewijs, natuurlijk. De leven van de heiligen zijn geen bewijs. Maar, strikt genomen, is het geen argument. Maar het kan ons dienen als gelegenheidsargument. Wat een arme mens zoveel kracht kan geven, moet toch zeker een straaltje van waarheid bevatten. Natuurlijk, daarmee zijn we er nog niet. Maar het is heel goed voor ons en voor onze kinderen te zien dat zwakke mensen, zoals ons, zijn heilig geworden door de kracht van God. En we moeten ook dezelfde doen. En door dat te doen, zullen wij de betere argumenten geven aan iedereen in onze omgeving voor het geloof. Dus heb ik nog weinig tijd, maar enkele dingen te zeggen. Ik heb nog een andere plezante ding te zeggen. Ik heb goed nieuws voor jullie allen. Velen vragen zich af hoe men vandaag een echte christelijke getuigenis kan geven. Veel mensen hebben duidelijke bezwaren tegen het christendom. Maar ze zijn eigenlijk slecht geïnformeerd. De meeste mensen die vechten tegen ons geloof, hebben geen echte kennis van het geloof. Ze hebben nog nooit echt nagedacht over de argumenten die zij spuien. Overrompeld van de veelheid aan allerlei informatie, behoren we tot een kant-en-klare samenleving. Wat betekent dat we gemakkelijk door slogans en voorgekoude ideeën beïnvloed worden in plaats van zelf na te denken. We moeten goed beseffen dat veel argumenten die wij horen en die onze kinderen zullen ook horen, vele argumenten tegen het christendom gemaakt worden door mensen die ze hebben alleen maar overgenomen zonder zelfs maar de minste moeite te nemen om hun waarde te onderzoeken of er eens over na te denken. Dus laat ons niet in die val trappen en weten wij hoe gemakkelijk we kunnen antwoorden tegen de argumenten die wij op een dagelijkse basis horen van onze collega's. En onze kinderen zullen ook deze basisargumenten horen als zij andere kinderen ontmoeten die ons geloof niet hebben. En het is heel eenvoudig om tegen die valse argumenten te vechten, want deze argumenten zijn meestal heel zwak en men kan hen heel gemakkelijk verwijderen. Het gaat dus over onze opleiding en de opleiding dat wij geven aan onze kinderen. Wij moeten in staat zijn, rustig, dat is heel belangrijk, rustig te beantwoorden aan de argumentatie tegen ons geloof. En wij moeten een gezonde opleiding geven om te laten zien dat de vijanden
van de kerk, de vijanden van ons geloof, zij hebben geen goede argumenten. Zij promoten ondeugden en zonde en dat is niet aantrekkelijk. We moeten dat laten, we moeten het weten, we moeten het beseffen en we moeten het laten beseffen door ons kinderen. En dan kunnen wij rustig tegenvechten en tonen aan die mensen dat ons geloof is echt een bron van vreugde voor ons. En er zijn allerlei eenvoudige dingen dat wij kunnen doen. We kunnen een catechisme lezen, we kunnen een boek lezen, we kunnen praten met andere mensen die argumenten hebben. We kunnen, en er zijn heel vele goede boeken die ons kunnen helpen tegen wat wij zullen in de wereld horen op een dagelijkse basis. Een van de boeken die ik een tijdje gelezen heb, is een boek, een boek in het Engels, maar er is ook een vertaling in het Nederlands. En dit kan jullie interesseren. Het is een boek van een man die Rodney Stark heet. En in 2016 heeft hij een boek Bearing False Witness gepubliceerd. En dat werd vertaald in het Nederlands en het is gepubliceerd door Bethsaida onder de titel Vals getuigenis, de waarheid achter anti-katholieke mythen. Het is heel interessant, want de auteur is een historicus en hij is zelf niet katholiek. En hij was aan het onderzoeken. En als hij onderzoekte dingen over de kerk, hij heeft gezien dat veel argumenten dat hij op een dagelijkse basis hoorde, waren volledig vals. Dus hij heeft dat boek niet geschreven om de waarheid van het katholicisme te verdedigen, maar alleen maar om de historische waarheid te verdedigen. En de historische waarheid is van onze kant. De historische waarheid ligt in, het steunt de waarheid van ons katholiek geloof. Dus hebben we heel veel redenen om rustig te zijn. Als er onder onze buren en onze collega's en onze vrienden mensen zijn die tegen het geloof spreken, het is heel eenvoudig voor ons te stralen met vreugde, om te laten zien dat ons geloof echt een bron van vreugde is en het is ook echt redelijk. Dus de mensen moeten niet bang zijn. Ze zullen hun intelligentie, hun reden niet moeten verlaten. Iedereen is welkom met zijn eigen reden, met zijn eigen intelligentie en dat wordt voor ons als katholiek een echte bron van vreugde. Ik heb genoeg gesproken. Dank u wel. En sorry voor mijn slechte Nederlands. Si vous voulez, oui. Ja, als jullie willen, en als we een beetje tijd hebben, maar dat is voor de eerwaarde te zeggen, ik neem graag enkele vragen. Collega's van mij die spraken.
raken. Ja, 2 maanden geleden was er een vraag van die vader om de transitie te plegen. En die vraag werd geweigerd door het ziekenhuis. Want hij kon zijn naam niet meer schrijven. Hij kon het testament of zijn wilsbeslissing niet tekenen, handtekenen. Het is toch erg dat zelfs het waarde sterven wordt ontzegd aan die mens. Ik had er niet echt een antwoord op. Ik kon niet echt zeggen van, ja, ik ben principieel tegen het transitie. Het is natuurlijk een moeilijk moment, bij de collega's ook op het werk. Maar ja, hoe beantwoorden die vragen? Zij spelen met morele superioriteit, zo doen van, ja, waar we sterven, dat wordt ontzegd. Hoe kun je als katholiek daar juist op antwoorden? Dat is mijn vraag. Mag ik in het Engels antwoorden? Want als ik moet mijn antwoord voorbereiden in Nederlands om toch een beetje precies te zijn, moet ik te veel tijd nemen. Dus gaat het in het Engels? Indeed, it is very difficult because we have to face with people who are hurt and suffering from what is happening. So it's very dangerous that we oppose their suffering with arguments. Arguments is the last thing they want to hear under such circumstances. So first and foremost is to show that we are willing to suffer with them, and we just want to say to them that choosing one's death actually means that we have lost all kind of hope in life. And as a Christian, it's important to remember, to remind people that every life has value, and nobody becomes worthless because of his suffering. And the problem with the mentality nowadays is to say that someone who suffers is someone whose life is not worth living anymore. And that is false, because everyone has to understand, and even a pagan can perfectly understand this, that one human life is equally worth than every other human life. And so someone who suffers, someone who is diminished, is not less human than another. And so every man, every human being, has the very same right to keep on living and to be helped through the difficulties of his life. And we can never say, well, your life is over, you have become worthless, because that's not true. And so it's about the intrinsic value of every human life that is never diminished by the fact that one suffers. One who suffers should not be put to death. One who suffers should be accompanied, should be helped, should be loved, so that he wants to remain with the people who love him. That's maybe one way to approach it, but I totally agree with you that it's a very hard time, and it's maybe one has to wait before the other party can hear what you have to say about it. I totally agree with you, it's a hard time. Sorry dat ik in het Engels moet doen, maar het is prima. Ik zou graag een persoonlijke bedank aan professor Mercier, monsieur Mercier, Stéphane zeggen. Stéphane is één van ons. Hij is niet al de professor van filosofie, komt hier. En hij is één van de gelovigen die voor de traditie wil strijden. Dat is een belangrijke punt. Dat hij heeft het gezegd, er zijn zoveel redenen om te geloven. En wij moeten dat tonen. En hij heeft dat zelf getoond. Zo is hij zo bekend geweest. Niet dat hij wilde dat bekend zijn, maar hij was professor in de universiteit in België, in Leuven. En hij heeft gevraagd, oh, is abortus een recht in een katholieke universiteit? Dan heeft hij zijn werk verloren. Hij was op de eerste pagina van de kranten, op tv. En dan is hij, heeft hij gedacht, ik zal nog voor de waarheid strijden en voor mijn idee. Ik zal niet zeggen, oh nee, ik heb een fout gemaakt en hier kan ik mijn job behouden. En nu, goed, ik heb wel fout in Nederlands gedaan. Hè. Ik ken dat, die frustratie. maar de boodschap
dat wij hebben gehoord, dat is wat wij moeten behouden. De redenen om te geloven zijn 100 keer groter dan de redenen om niet te geloven. En wij moeten durven dat te doen. Hij heeft dat gedaan als filosoof, zowel filosoof voor de traditionele kerken zijn er niet. Morgen zal Michael voor ons de discussie leiden over de tegenwoordige problemen. Hij is ook filosoof bij ons. Er zijn verschillende mensen die iets doen. Iets intellectueel, iets manueel. Iedereen moet iets doen voor ons geloof. En dank u, Stefan, dat hij dat niet heeft gedaan. Goed, ik zou professor Stefan willen bedanken voor zijn heel interessante lezing. En dat wij door de ratio tot geloof kunnen komen, daar ben ik zelf ook overtuigd van, door de familie. Ik ben herbekeerd, zeg maar, van cultuurkathedraal ook goed. Maar ik ben herbekeerd tijdens mijn studie van geschiedenis. Ook door te zien, net zoals die andere persoon waar je ook sprak, dat de geschiedenis eigenlijk gewoon getuigt voor ons geloof. Dus wij zijn best trots op ons geloof. 2 weken geleden vroeg een van mijn collega's nog van wat vindt u nu eigenlijk het leukste aan uw geloof? En toen was mijn antwoord ook dat wij een logisch geloof hebben. Dus daar kunnen we best trots op zijn. Bedankt voor deze lezing om dat nog eens toe te spitsen. Er is zo dadelijk koffie en thee achteraan. We nemen nu even een korte pauze en daarna is er terug een spreker die ik dan nog even kort inleid. De leer van Thomas van Aquino, dus de rationele geloofsverkenning, zeg maar. Hij geeft daar regelmatig lezingen over hoe dat we de traditionele filosofie vandaag kunnen gebruiken in ons geloof. Hij heeft zelf ook een gezin, heb ik mij laten vertellen. Hij heeft 1 kind en 2 op komst. Ja. Meer 4 of 5 weken. 4 of 5 weken, dat zal ongeveer gelijk zijn bij ons. Hij gaat het hebben over, opvoeden tot vertrouwen, het geloof en de reden om van het evangelie te gaan getuigen. Dan geef ik het woord aan meneer Mercier. Op het einde hebben we even een moment waarin we vragen kunnen stellen. Dus mocht je vragen hebben, dan kunnen we die even nog tijdens dat even misschien nog schrijven. Dus veel plezier. Dank u. Ja, we zullen eerst met een wees gegroet beginnen. Zo zijn we 1 wees gegroet dichter bij de hemel. En dat is altijd goed. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, u kent zeker, jullie kennen de beroemde episode uit de Handelingen van de Apostelen, waarin we leren dat de apostelen werden gevuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken en iedereen hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Dat heeft zeker niets te doen met de huidige charismatische die in talen spreken. Zo denken zij, maar er is niemand om hen te verstaan. Glossolalie of tongentaal, een van de gaven van de Heilige Geest, is iets dat meestal verdwenen is. De heilige Augustinus en de heilige Chrysostomus reeds in hun tijd beweren dat die bijzondere genade niet meer bestaat na de tijd van de apostelen. Dus wees niet verbaasd, ik heb geen genade van talen en mijn Nederlands is erg slecht. Ik heb met mijn teammate Google moeten dit voorbereiden. En dus mijn syntaxe, mijn woordenschat, alles is een beetje vreemd, misschien ook een beetje belachelijk. Ja, dat zal komisch zijn. Ik hoop dat het geen klucht wordt. Maar de verantwoordelijkheid ligt 100% bij Eerwaarde Heer Bokkels. Want hij wist wel dat mijn Nederlands toch slecht is. Ik heb hem gezegd. En hij durfde toch mij uitnodigen, dus voilà. Ik heb dus deze presentatie voorbereid met de samenwerking, met mijn woordenboek, met Google ook. En dat zal
Ja, jullie zullen het horen. Dit verklaart de vele onaandigheden. Maar ik hoop toch begrijpelijk te zijn. Ik begrijp wel zelfs Nederlands, maar zelfs spreken is, als men zegt, een heel andere koek. In het Frans, we zeggen une autre paire de manches, een andere paar mouwen. Dus voilà. Mijn excuse echt als het slecht is. Ik probeer mijn best te doen. Iedereen is onder de indruk van degenen die goed kunnen spreken. We zijn allemaal vatbaar, maar een diploma betekent niet veel. Een diploma is natuurlijk nuttig, maar een diploma is zeker geen certificaat van goede reden. Begrijp me goed, ik meen dit. Als je met een filosoof wilt redeneren, moet je niet bang zijn. Sommige mensen denken dat een filosoof is slimmer. Dat is niet waar. Ik heb met veel filosofen kunnen werken. Ze zijn niet slimmer. Ze hebben een diploma, maar anders is het. Er is geen groot verschil met de andere mensen. Dus het is ongetwijfeld goed een diploma te hebben, maar de filosoof is waarschijnlijk in staat om zijn gedachten te verbergen achter mooie woorden en achter ingewikkelde zinnen. Maar de wortel van alle ware filosofieën hebben wij allemaal. Deze wortel is gezond verstand en ook reden, de sensus communis in het Latijns. Filosofie kan niet worden verlaagd tot gezond verstand, zeker niet, maar de filosofie is gezond wanneer het ontwikkelt door gezond verstand te integreren. Gezond verstand heeft natuurlijk van zichzelf geen, laten we zeggen, articulatie. Dus wanneer gezond verstand georganiseerd is, wanneer de intelligentie wordt gestructureerd door de realiteit, om de realiteit te accepteren, kunnen we dan spreken van een gezond verstandsfilosofie. Deze filosofie van gezond verstand is het werk van natuurlijke reden en deze filosofie is echt belangrijk. Nu, filosofieën en theologieën, rationele gedachten en evangelisatie, verzetten zich niet tegen elkaar. Traditioneel hebben we in de kerk gezegd dat de filosofie de bediende van theologie is. Ancilla theologiae, de bediende van theologie. Veel filosofen houden niet van deze uitdrukking te horen. Het is een kwestie van trots. Intellectuelen houden ervan om te veronderstellen dat de discipline die zij studeren, is de koningin der wetenschappen. Toch is de filosofie geen koningin, zij is de bediende van de koningin. En dat is zeker niet vernederend. Nu speelt een meid een waardevolle rol. De koningin moet op haar dienstmeisje vertrouwen. Verschillende taken worden toegewezen aan de dienaar. En deze taken zijn niet geschikt voor een koningin. Iedereen heeft een rol te spelen. Het is niet eerlijk wanneer iemand een rol speelt dat niet zijn rol is. Wat is dus de rol van filosofie in onze leven? Filosofie biedt een gemeenschappelijke basis voor discussie. En de heilige Thomas van Aquino zegt dat heel goed in zijn Summa Contra Gentiles. Wanneer u met een ketter spreekt, kunt u een gemeenschappelijke bron gebruiken en deze bron is het Nieuwe Testament. Wanneer u met een Jood spreekt, kunt u ook een gemeenschappelijke bron gebruiken en deze bron is het Oude Testament. Wanneer u met een moslim spreekt, of we hebben er meer en meer, maar in de tijd van Thomas leefden de Mohammedanen in verre landen. Als we met een moslim spreekt of met een atheïst spreekt, kan men ook een gemeenschappelijke bron gebruiken. En deze bron is niet de Bijbel, dat is duidelijk. De bron die algemeen is voor alle mannen, is de natuurlijke verstand. Reden en filosofie zijn het gemeenschappelijke punt. En vanuit dit gemeenschappelijk punt kan de discussie met iedereen wel beginnen. Hier moet ik iets heel belangrijk zeggen. Geloof mag niet bang zijn voor de reden. Al,
als het geloof heet is om te redeneren, spreken we van fideïsme. Fideïsme is niet een katholieke houding die waard is. Fideïsme is de houding van een gelovige die bang is voor de reden, die de reden verwerpt. Katholieken mogen nooit fideïsten zijn. Ons geloof heeft niets te vrezen. De reden is geen vijand voor ons. Sommige katholieken zijn soms bang, maar katholieken mogen vertrouwen over het verstand. Waarom? Omdat God de mens geschapen heeft als een wezen dat met reden is voorzien. En God heeft zichzelf onthuld dat dit met reden en verstand is bekleed. God is de auteur van openbaring, maar hij is ook de auteur van onze rationele wezen, onze rationele aard. Zo geeft ons geloof ons een belangrijke boodschap. De gelovige mag geen redeneren vrezen. Een katholiek heeft dus geen zins nodig om eens Dr. Jekyll en het andere moment Mr. Hyde te zijn. Het is in naam van het geloof dat de katholiek weet dat hij kan vertrouwen op de reden. Een mooi middeleeuwse adagium brengt dat duidelijk naar voren. Gratia non tollit naturam, sed perficit. De orde van de genade spreekt niet die van de natuur tegen, maar brengt de natuur naar een hogere graad van perfectie. En de liturgie spreekt op dezelfde manier in de prefatie van de mis voor de overledenen. Vita mutatur, non tollitur. Ons leven wordt niet van ons afgenomen, maar getransformeerd. Het is goed ons te herinneren. Natuurlijk is de christen door zijn roeping in oorlog met de wereld. Maar men vooral die uitdrukking niet verkeerd begrijpen. De wereld waartegen de christen zich met alle macht tegen verzet, is die van de driedubbele verleiding waarover Johannes spreekt. En hij zegt, Johannes, de heilige Johannes, want al wat in de wereld is, is of de hebzucht, de afgunst of het pronken met bezit. Die wereld is dus het trieste gevolg van de erfzonde. Die wereld is niet de diepe aard van de dingen die door God geschapen zijn en die er zich in verheugt door te zien, zoals Genesis zegt, dat het goed was. En zelfs heel goed, als zij er uiteindelijk de mens aan toevoegt, aan het einde van het werk van de zes dagen. De heen en weer beweging tussen het geloof en de reden wordt prachtig gesynthetiseerd in de twee uitdrukkingen die elkaar beantwoorden. Fides quaerens intellectum en intellectus quaerens fidem. Het geloof tracht te begrijpen en de intelligentie geeft de mogelijkheid om te geloven. De twee gaan samen. Dat is het genie van de middeleeuwen. Want dat is ook simpelweg het genie van het christendom, gebaseerd op het getuigenis van de Bijbel. Daarom zegt Sint Petrus ons ook niet anders als hij ons vraagt om aan ieder die het ons vraagt te getuigen van de hoop die in ons leeft. Parati semper ad satisfactionem omnipotentibus rationem de eaque in vobis est spe. Geef rekenschap aan ieder die erom vraagt. Merk op hier, dat redenen geen bewijs zijn. Het kan natuurlijk bewijzen zijn, maar al de goede redenen zijn daarom geen bewijzen van zichzelf. Wat ik wil zeggen is dat sommige dingen kunnen wij bewijzen, zoals het bestaan van God. Maar andere waarheden van het geloof, we kunnen hen met zekerheid niet bewijzen. Dus de reden heeft geen kracht om te bewijzen dat alle dogma's echt zijn. We kunnen goede redenen hebben om te geloven in de getuigenis van het evangelie en in het dogma van de drie eenheid, zonder daarom bewijzen aan te dragen. Dat gaat het over rekenschap geven. Aan wie het vraagt,
gelooft, aan wie zal je vragen, gelooft je dat echt? Daar moeten wij kunnen zeggen, niet alleen geloof ik erin, maar ik heb ook allerlei goede redenen om te geloven. Dus het is een ding om de reden te boven te gaan en iets heel anders de reden tegen te spreken. Het geloof spreekt de reden niet tegen, maar het is onbetwistbaar dat ze haar voorbij gaat. Geloof spreekt de reden niet tegen. Het is niet mogelijk om dat te zeggen, maar het is iets dat we ook moeten kunnen laten zien. Ieder op zijn niveau. Maar er zijn dingen die wij niet kunnen en die wij ook niet mogen ontkennen. Begrijp me niet verkeerd. Wij zijn zeker niet allemaal geroepen om ervaren verdedigers te worden van ons geloof. De apologist is degene die voldoende geeft. Apologia is de Griekse term voor de brief van Sint Petrus die ik net citeerde. En die in het Latijn vertaald wordt met de zo suggestieve term satisfactio. U moet het redelijke karakter van uw geloof kunnen uitleggen aan degene die denkt dat het net meer is als een onbewuste afstand van de reden. Maar er wordt niet verwacht dat je meester wordt in het uitlegging van het geloof. Vergelijk het met het burgerlijk en strafrecht. Als men u zegt dat niemand niets van de wet zou mogen weten, dan wil dat niet zeggen dat u een volledig begrip moet hebben van het wetboek. Integendeel vindt men dat er een zekere niveau van kennis mag toch wel verondersteld worden. En dat een burger die naamwaardig is, toch een algemene kennis moet hebben van de wetten die er zijn in de gemeenschap waarin hij leeft. En wel, hetzelfde gaat ook voor de verdediging en illustratie van ons geloof. Niemand verwacht van al de gelovigen dat ze volledig de subtiele kunst van een wetenschappelijke controversie, dat spreekt voor zichzelf. Maar luiheid is ook niet toegestaan. Herinner u de parabel van de talenten. Degene die met gekruiste armen niets ging doen, werd streng toegesproken door de meester bij zijn wederkomst. Luiheid is dus geen optie voor ons. We moeten ons vormen en opvoeding krijgen, opvoeding geven aan onze kinderen ook. Ja, maar misschien zullen... Ik heb maar één kind, bijna twee, dus heb ik nog een beetje vrije tijd. Ik heb gezien dat velen onder u hebben heel veel meer dan één of twee kinderen. Dus ik begrijp wel dat tijd is iets dat jullie niet altijd hebben. Maar het is wel waar dat we heel veel andere dingen moeten doen. Niemand zal dat ontkennen. Zeker hebben wij veel dingen te doen, maar het gaat om de prioriteiten vast te stellen. Misschien kent u een Dominicaan van de eerste deel van de 20e eeuw, het is Pater Sertillange. Hij heeft onder andere veel geschreven en een van zijn boeken is een catechismus voor de ongelovigen. En hij begint met het aanpakken van de paradox van een catechismus ten behoeve van mensen die geloven dat ze niets van die aard nodig hebben. Denk na, zei hij tegen mij. Als God bestaat, als hij alles heeft geschapen en alles te allen tijden in stand wordt gehouden door hem, dan zou niets ons meer moeten interesseren dan God. Het is niet zo dat die vraag van buitengewoon belang is. Als God bestaat, hij is alles voor ons. Het is dan onmogelijk om te denken dat die vraag niet primordiaal is en die men zich boven alles moet stellen. Als we gelovigen zijn, dan hebben we niet het recht om onze vorming
te verwaarlozen. Als God God is, dan is Hij onze absolute prioriteit. U kent allemaal, onder de ene of de andere vorm, het bekende verhaal van de bokaal vol kleien. Is dat bokaal vol? Men zegt dat het zo is en dan ziet men dat er nog grind bij kan. Is hij dan vol? Ja, maar dan merkt men dat men er nog zand kan bijvoegen. En is het nu vol? Nee, want men kan nog een beetje water toevoegen. De les is dat er altijd nog meer plaats is dan men denkt, maar ook dat grote stenen erin steken voordat je het zand aanbrengt. Als het verkeerd is, als je begint met de zand, dan zullen de grote stenen niet meer in kunnen doen. Dus als men doorgaat met het negeren van de juiste volgorde van handelen, krijgt men niet het optimale resultaat. Deze anekdote vertaalt zo een Engels adagium dat ons herinnert first things first. We moeten de dingen doen in een bepaalde volgorde van belangrijkheid. Als u gelovig zijn, dan kunnen jullie begrijpen wat Sertiange hoopte, dat een ongelovige geen moeite zou hebben om te begrijpen. Als God God is, hoe kunnen we dan niet denken dat wat over hem gaat, voorrang heeft op alle andere overwegingen? Natuurlijk moet men leven, moet men ervoor zorgen dat men heeft genoeg om te eten, een dak boven ons hoofd, ja, zeker. Maar laten we eerlijk zijn. Hebben we echt al onze tijd besteed aan wat noodzakelijk is? De overgrote meerderheid van ons heeft de immense voorrecht om tenminste wat tijd over te hebben na de absolute noodzakelijke werken, nog wat vrije tijd en wat ontspanning. Dat is ook nodig, ontspanning, maar nog een beetje vrije tijd, misschien maar alleen maar 5 minuten. En 5 minuten in onze dag om ons te vormen, om de christelijke opvoeding in ons te verbeteren. Zijn we niet schuldig als we niet tenminste een klein deel van deze 15 minuten, zijn we niet schuldig als we niet tenminste een klein deel ervan gebruiken om onszelf in een staat van rekenschap te kunnen geven van de redenen voor de hoop die in ons is. Jullie hebben zeker over Montaigne horen spreken, een Franse auteur vanuit de 16e eeuw. Hij heeft beroemde essays geschreven. Essays, dat zijn in het Nederlands pogingen. Ja, pogingen. Misschien is er een andere vertaling voor de titel, maar dat geeft niets. Wel, Montaigne herinnert zich zijn eigen opleiding. Ja, een beroemde anekdote over zijn opleiding. Zijn vader wilde dat hij vooral Latijn leerde. Niet zozeer de Franse taal, dat zou toch een dag wel gebeuren, niet? Dus de bediende, die geen goede Frans kon spreken, de bediende, dat was een slechte Frans, de bediende mochten niet met de kleine jongen praten. Dus huurde de vader een Duitse tutor in. De tutor, een Duitser, kende natuurlijk Duits en geen Frans. Maar hij mocht Duits niet spreken met de jongen. Hij moest alleen maar met hem spreken in het Latijn. Zo is de moedertaal van Montaigne Latijn. En Montaigne herinnert zich iets. Bij het bestuderen van een Latijnse werk, de oudheid, werden altijd in de edities van die tijd bepaalde passages uit de tekst verwijderd. Te gewelddadig, te dapper en vooral te immoreel. En dat was altijd weg. Maar de geëlimineerde passages werden vervangen door 3 kleine puntjes. De studenten, de leerlingen, zij begrepen snel dat er iets voor hen verborgen was. En wat verborgen is, moet natuurlijk interessant zijn. Dus ze waren erg gemotiveerd om op zoek te gaan naar de geëlimineerde teksten. Dus in plaats van kinderen af te leiden van slechte metingen, leidde de methode tot een tegenovergestelde resultaat.
als je iets verbergt, wordt het blijkbaar interessanter. We zijn nieuwsgierig. We willen weten. En dus brengen we onszelf in gevaar. Waarom vertel ik dit? Natuurlijk moeten wij onszelf beschermen. En we moeten ook onze kinderen beschermen tegen ondeugd, tegen zonde. Dat is wel waar. Maar bovenal moeten wij oppassen dat we niet de verkeerde strategieën gebruiken. De verkeerde strategieën is om je te verbergen of bang te zijn. Daarom wordt het kwaad aantrekkelijk. Als het verborgen is, is het altijd aantrekkelijk. En dat is heel, heel gevaarlijk. Ik heb goed nieuws hier. De waarheid is eenvoudig. De waarheid over het kwaad is dat het kwaad triest, saai, vervelend, repetitief is. Men moet ervan niet bang zijn. We moeten wel weten wat het is, want wat het kwaad echt is, is niet aantrekkelijk. Creativiteit is altijd een voorrecht van het goede. Zonde, ja, dat is vervelend. Het is altijd hetzelfde. Het is teleurstellend. Die moeten wij begrijpen en duidelijk maken voor onszelf en ook voor onze kinderen. Wanneer we de stars zien, de mensen met hun soi-disant droomleven, ja, in plaats van boos te worden, in plaats van minachtend te denken dat dit allemaal tevergeefs is, moeten we beseffen dat onze minachting soms afgunst verbergt. We moeten heel voorzichtig tegen afgunst zijn. Ik spuug, ik kan heel eenvoudig iets spugen om mezelf ervan te overtuigen dat ik het niet wil. Ik probeer mezelf te overtuigen. Dus ben ik agressief. Eenvoudig. Zonder agressiviteit kun je zonder irritatie kijken en tegen jezelf zeggen hoe triest, hoe droevig hun leven is als je erover nadenkt. Rijkdom trekt vrienden aan die je verlaten als het geld op is. Kleine schandalen in de showbusiness en grote schandalen trouwens, het is altijd hetzelfde. In de oudheid, nu, altijd hetzelfde. Verschillende mensen, verschillende kleren, verschillende kleuren, verschillende talen, maar toch repetitieve, vervelend, zonde en ondeugden. Met nul creativiteit. Wat een vervelend programma. En dat is heel belangrijk voor ons en voor onze kinderen. Te beseffen dat ja, zonde, ondeugd, niet aantrekkelijk is. Het is vervelend. Het is echt saai. In 644 verscheen de eerste editie van een heel beroemd werk door een jezuïet, een Belgische jezuïet van Oosterwijk, dichtbij Herentals. Zijn naam is Adriaan Poarters. Misschien kennen jullie hem. In het midden van de 17e eeuw verscheen de eerste editie van zijn beroemdste boek, De IJdelheid des Werelds. 2 jaar later verscheen een uitgebreide eruitgave met de definitieve titel, Het masker van de wereld afgetrokken. Dit is heel, heel belangrijk. De wereld heeft een mask en dat moeten wij verwijderen. Het mask verwijderen, afnemen, aftrekken, betekent de waarheid onthullen. De waarheid van de wereld is dat de wereld de vijand van de christen is. Hoe kan men deze vijand verslaan? Ja, door hem te verachten. Hoe veracht je deze vijand? Door te begrijpen dat hij niets heeft om jaloers op te zijn. Hij is niet aantrekkelijk. Afgunst is een zeer gevaarlijke zonde. We moeten begrijpen dat de wereld niet benijdenswaardig is. De zonden van de wereld zijn niet wenselijk. Ze zijn saai. Dat is de aard van de zonde, van ondeugd. Een parasiet
die altijd hetzelfde doet. Het is saai of vervelend. Ik ken niet het verschil in het Nederlands tussen saai en vervelend. Ik denk dat het dezelfde...